Is dat er nog aan? Onze DJ doet dat. En aan. Jullie zijn live. Goedenavond. Nou, een buikspeak teacher, maar dan een keertje anders, want wij twee gaan het doen. Nou, dat komt niet heel vaak voor. En we doen hem ook net eventjes wat anders dan je gewend bent. We gaan in één keer door. We hebben geen pauzes en we hebben geen grote uitleg van tevoren. Dus zorg dat je je schermpje, je telefoon zo hebt staan dat je er tijdens de training gewoon op kunt kijken. Want tijdens de training, ga je vanzelf zien wat we gaan doen. Gaandeweg gaan we de oefeningen veranderen. Van tevoren zeggen we snel wat we gaan doen. Probeer gewoon gelijk de move weer te krijgen om mee te doen. Zo moeilijke oefeningen zijn er niet. Het zijn wel een hele rij achter elkaar. Dus ik zou zeggen, succes voor ons ook. Want hij is pittig en wij zijn niet de beste buikspieren die hier rondlopen. Dus we gaan ons best doen. Wil je wat drinken, doe het van tevoren, want je hebt daarna 10 minuten geen tijd om te drinken. Nogmaals, geen pauzes, we gaan in één keer door, geen rustmomenten met de voet op de grond. We knallen hem er gewoon in één keer doorheen, na 10 minuten. Doe het maar eens nog eventjes een cooldown. Stef staat achter de computer, die gaat ons DJ zijn en die gaat onze muziek even aanzetten. Dus ik zou zeggen, zorg dat je een matje bij je hebt. Van tevoren eventjes wat drinken en dan gaan we zo beginnen. Thanks. Ja. Gaan we vast lekker op je matje. We beginnen met verschillende variaties van legliften. Dus zorg dat je zo meteen klaar bent om gewoon lekker op je matje te gaan liggen. Als je de muziek klaar hebt. Ik ga de muziek aanzetten. Dank u. En dan mag ik maar dit zeggen wanneer we lekker gaan starten. Ben je er nog klaar voor? Ik ben er helemaal klaar. Hebben we trouwens al een beetje mensen of is er nog even niemand? Ik ga zelf spieken. We hebben er nu 5. En doen er alle 5 ook mee. Neem aan dat we wel meedoen en niet kijken alleen maar. Ik wil niet als enigste zweten en kapot gaan, hè. Thuis ook een beetje. Nou, we gaan lekker liggen. We gaan een leglift doen, maar dan met een circle. Daar gaan we. 1, 2 en we gaan starten. In. Uit. 30 seconden gaan de oefeningen zijn. Dus hou 30 seconden vol. Na 30 seconden gaan we gelijk door naar de volgende. Ben je nou geweldig in je buikspieren, heb je natuurlijk automatisch de handen aan de zijkant. Als ik dat doe, gaat het gelijk fout. Dus ik heb lekker de handen onder de billen. Kijk lekker naar boven. En we wachten tot de piep. En door met de kruis, kom maar. Naar boven, naar beneden. Dan gaan we weer 30 seconden door. Probeer hem op te pakken. Stef, voor mij zou de muziek wel ietsjes harder mogen hoor. Gaan we ervoor zorgen. Graag. Graag. Als het net niet. Scissors. Omhoog. En naar beneden. Als een schaar. Langzaam weer naar beneden. En naar boven. En buikspieren goed aanspannen. Leglift, de gewone leglift. Ben je weer goed in je buikspieren, mag je handen weer naast je doen. Anders. Handen onder je billen. Span constant je buikspieren goed aan, trek je navel in. Bij dat zwembad met die cocktailwater trappelen. Lekker stootje baren. Waar blijft die piep?
Help je op de grond? Sorry, maar ik kan er niet.
houden. Zorg ervoor dat je kop niet te ver omhoog steekt en ook niet te ver naar beneden zakt. Oh. En gelijk door. Blijf in de plank. En naar voren naar achter. En dan gaan we ons even helemaal aanmaken.